In het centrum van de Paranam Werknemersbond, PWB, zijn de gepensioneerden van de Suralco vanmorgen bijeengekomen om te praten over hun pensioenen. Volgens de gepensioneerden doen ze niets anders dan opkomen voor hun rechten. Voor hun is het belangrijk dat de gemeenschap weet wat er met hen gebeurt. Hun pensioen is gekoppeld aan de US dollar. Na de koersaanpassing door de centrale bank constateerden zij echter dat hun pensioen niet meegenomen is. U hoort de gepensioneerde Alwin Plein. Mooi zo. Ik heb gezegd, als de koers naar beneden was gegaan van 3,25 toen ik wegging van de Suralco, was dat koers 3,25. En als het naar beneden was gegaan, twee zoveel of één zo, zou de Suralco ons loon naar beneden brengen, ja toch? Maar nu dat de koers naar boven is gegaan, van 3,25 naar 7 zoveel, dan moet de Suralco het verschil betalen. Tijdens de vergadering waren ook de advocaten die de belangen van het actiecomité zullen behartigen aanwezig. Het comité staat onder leiding van de heer Romeo Abrahams, Raymond Amat en nog een vijftal personen. Abrahams zegt dat dit de tweede meeting is waarbij er een strategie besproken wordt hoe de devaluatie van meer dan 150% van hun pensioen aan te vechten. Dat is besproken en we hebben ook enkele financiële aspecten besproken. Hoe wij dat gaan betalen gezamenlijk. Aangezien dit een, geen bond is, maar een comité, gaan de mensen zijn bereid bij te dragen om tot een oplossing te komen. De pensioenen werden altijd bij elke devaluatie tot terug naar 1995. Werden de pensioenen altijd gecorrigeerd na een devaluatie. Dat is altijd gebeurd totdat wij deze directeur, meneer Havait, hebben gehad nu. En die categorisch weigert wat te doen aan de pensioenen. De mensen gaan naar het kantoor dat over de pensioenen gaat. Zij zeggen het is de Suralco, zij weten van niets. En dus vandaar, de mensen zijn radeloos en u begrijpt het. Dit kan niet zo verder. De gepensioneerden hebben besloten naar de rechter te stappen, omdat de pensioenen van de Billiton gepensioneerden wel gecorrigeerd zijn en die van hun niet. Dit steekt Abrahams, omdat de Suralconiërs jaren hun krachten hebben gegeven en deze behandeling niet verdienen.